De VVD Woerden heeft kritiek geuit op de handelswijze van wethouder Jacques Roosendaal bij het maken van afspraken over het vervangen van schoolgebouwen in de gemeente Woerden. Roosendaal heeft eerst overeenstemming met de schoolbesturen bereikt en legde het voorstel daarna voor aan de gemeenteraad. Voor de VVD is dat een beetje tekenen bij het kruisje. Een klein beetje wel. Het werkt namelijk zo dat het college, de wethouders, eerst met de schoolbesturen moeten overleggen en zorgen dat zij ook akkoord zijn met de plannen zoals die er liggen. Er moet nu 16,5 miljoen extra worden geïnvesteerd om alle scholen op een goed moment te kunnen vervangen of een nieuwe school te kunnen neerzetten. En het is een beetje lastig om daar als raad nu nog nee tegen te zeggen. Er zijn een paar opties, zoals bijvoorbeeld niet extra investeren in het duurzaam maken van die panden, nog meer dan wettelijk nodig is. Maar de hoofdteneur was wel een beetje, het is dit of de besturen teleurstellen. En dat wil de raad natuurlijk niet doen en mijn fractie ook niet. Had u dan liever gezien dat er eerst vanuit de raad overeenstemming was en dan ermee terug naar de scholen? Ik denk dat, al heeft de wethouder gezegd, hè, dat hij anders weer terug had gemoeten naar de schoolbesturen, dat wel praktischer was geweest. Hadden we als raad iets meer geweten en was het niet met die 16,5 miljoen direct als verrassing op ons bord gekomen, hadden we ook eerder mee kunnen denken over hoe we dit grote probleem gaan oplossen. Het college heeft eerder een plan gemaakt en daar blijkt nu fors te weinig geld in te zitten. En ik had het wel fijner gevonden als we daar nog net wat eerder dan mei 2022 in mee waren genomen. Het draait dus om. Stel dat we niet overeenstemming met de besturen zouden hebben. En ik zou dan gewoon naar de raad komen. Dan word ik ook teruggestuurd. Want ja, wat vinden de schoolbesturen ervan? Dus ik vind het puur logisch dat we eerst met de schoolbesturen proberen te kijken. Van wat is de stip op de horizon? Die is nu heel mooi uitgewerkt. Heel goed overleg ook met de schoolbesturen. Daar ben ik heel blij mee. Maar tegelijk, dat is een advies. En de gemeenteraad besluit. En vanavond heb ik wel geproefd dat er groot draagvlak is voor dit plan. Als het voorstel volgende maand wordt aangenomen en daar mag wel van uit worden gegaan, moeten schoolgebouwen langer worden gebruikt. De afschrijving wordt met een aantal jaren verlengd. Het plan gaat verder uit van het systematisch vervangen van oude schoolgebouwen door nieuwe, waarbij de tijdelijke huisvesting door meer dan één school kan worden gebruikt.